Welkom op mijn Mindmap server. Dagelijks spelen er meer dan 200 mensen lekker op hun gemak. Zonder enige problemen. Maar niet voor lang. Rick en ik gaan deze mensen proberen te trollen zonder dat ze het doorhebben. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat eindigen. Goed, Rick, welkom. Ik zie dat je er leuk staat aan de overkant. Zeker, hallo. Wat heb je een mooie outfit aangetrokken vandaag. Dankjewel, dankjewel. Jij ook. Je bent een echte politieagent. Hey, we zijn hier op Content Veen en de server bestaat inmiddels al langer dan een jaar. En ik besef me dat we nog nooit even met mensen hebben lopen dol. Weet je? Nee, dat klopt. We hebben nog nooit mensen echt in de maling genomen. Zie je Boertje bijvoorbeeld daar staan? Boertje. Boertje is... Ik geel mannetje. Mensen. Ja, ik zie hem. Geel mannetje. Weet je, kijk, bijvoorbeeld wat we kunnen doen, is hier Boertje even gewoon... gewoon hele simpele dingetjes. Weet je, Boertje heeft geen idee wat er met hem aan de hand. En als we Boertje echt zat zijn, kunnen we hem gewoon naar boven sturen zoals dit. Doei, Boertje. Doei, Boertje. En het leuke is, dit gaat oneindig door, dus we zien Boertje waarschijnlijk nooit meer terug. Mooi. Maar weet je, we kunnen wel oneindig op de spawn natuurlijk mensen blijven klooien en zo. Maar laten we naar mensen hun Skyblock-eilanden gaan en daar even gaan kijken of we een beetje chaos kunnen creëren, oké? Okay? Ja, vind ik een goed idee. Welke van de drie werelden gaan we? Water, vuur of aarde? Laten we beginnen bij water. We gaan water in. Goed, Rick, we zijn op het eerste eiland aangekomen en zo te zien is dit echt een mega eiland. En zij zijn hier een mannetje aan het maken, dus ze zien ons op het moment niet. We zijn hier helemaal onzichtbaar voor ze. Dus ik dacht, laten we heel mild beginnen. Iets zoals een snorretje erop maken. Kijk of ze het doorhebben of zo, weet je? Oeh, dat vind ik ja, dat is een goeie. Als jij een snorretje erop maakt. Ja, ga ik doen. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat ze het doorhebben. Het leuke is, zij zien ons namelijk niet. Wij zijn onzichtbaar voor hun. Gaan we dat gewoon met wol doen? Ja, gewoon met wol, joh. Gewoon zwarte wol. Zwarte wol. Even kijken. Dit is wat een grote neus trouwens. Ja, mega neus. Dit lijkt mij wel inderdaad een grote neus. Oké. Zo. Eén iemand ziet het gebeuren op het moment. Die zit ernaar te kijken. Hij ziet jou alleen niet. Ik ben heel benieuwd naar zijn reactie. Wat een mooie neus. Hij krijgt ook een sikje van me. Wat heb je een gekke snor gemaakt? Waarom gaat die snor omhoog? Snor gaat toch altijd naar beneden? Ja, maar dit is zo'n Italiaanse snor, weet je wel. Oh mijn god. Dit is echt Mario. Het is een soort Mario. Dit is een soort van Mario. Zouden ze... Het raar is, zij zien die snor gewoon verschijnen. Ja, nee, maar dit... Het lijkt een piraat, zeggen ze. Piraat? Oh ja, op zich? Ja, ik snap wel wat ze bedoelen. Best een mooi eiland als je dat zo ziet. Ik bedoel, best wel cool ziet er allemaal. Ik ga deze ding hier ook een snor geven. Deze krijgt gewoon letterlijk een heel klein snorretje zoals dit. Hoppakee. Zo. Kijk, ook een klein snorretje erbij. Hoppa. Ik hoop dat ze er blij mee zijn met een snorretje. Oké, we zijn mild begonnen, Rick. We gaan nu gaan we iets heftiger naar een volgend eiland toe. Oké, Rick, we zijn hier op een ander eiland aangekomen. En Tess en Lissie zien gewoon heel relaxed gewoon zijn dingetje aan het maken, weet je? Zullen wij de blaadjes een beetje omwisselen? Ja, dan doen we gewoon een paar andere blaadjes erin. Gewoon een paar andere blaadjes ertussen. Hier, dat doe ik. Ik doe mangrove liefst ertussen. Ik doe een paar cherries. Dat hier, doe ik hier gewoon. Kijk, daar is de hele lijn hier zo. En dan komt ze zo meteen hier en denkt ze, maar ik heb nog helemaal geen mangrove leaves gebruikt. Zie je wat kijk, ze aan het bouwen is, bovenste Max? Lijntje. Ze is een kerkje aan het bouwen. Ja, maar, nou, trouwens, het is best een mooie kerk. Ja, maar dan weet je ook wie ze moeten aanbidden. Ons. Onze gezichten in die kerk. Oh, ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Ja, wacht, ik doe mijn gezicht wel hier in het midden. Ja, is goed. Dan doe ik hem eentje hierachter. Oké, ik ga mijn gezicht... Inmiddels weet ik mijn gezicht een beetje uit mijn hoofd, hoe je die moet maken. Althans, volgens mij weet ik die een beetje uit mijn hoofd. Ja, ik had dat dus ook. Gewoon hoe je eigen gezicht eruit ziet. Ja, dat is toch wel makkelijk. Ja, dat is wel fijn om te weten, nou, hoe je eigen gezicht eruit ziet, gewoon, weet je. Ja, hè? Zo. Oké, er is nog niemand gelukkig. We moeten dus zo meteen ook naar binnen lokken of zo, op een bepaalde manier. Zonder dat ze, zeg maar, weten dat wij er zijn. Oké, maar... Die van mij is echt mislukt. Ja? Oh, die van jou is wel goed, oh. Die is alleen iets symmetrisch. Oh, dan moeten we hem wel een beetje... Zo is hij maar een beetje mislukt. Hier, maar ik ga hem... Zo, kijk. Ik help je een beetje. Kijk zo, ja. Ja, kijk, van ja, mij. Dit is mooi. Die van mij. Die van jou is heel eng. Oké, ik ga hem wel even belichten. Hier, zo. Hoppakee, dat nu is hij mooi belicht, weet je. Die van jou ga ik ook belichten. Zo. Oké, hoe lokken we die hierheen? Met een spoor. We gaan er een spoor van maken. Ja, met leaves. Want daar leaves. Is ze mee bezig. Oh, ja, inderdaad. Oké, een spoor maken. Maar waar, ze vanaf de goede kant moet ze. Heeft ja, ze waar onze is ze? Oude leaves al gevonden? Ze heeft het al vervangen zelfs, de leaves die we net hebben geplaatst. Oh, ja, kijk, ze heeft het allemaal al vervangen. Of hij, sorry, ik weet het niet. Oké, maak een spoor. We moeten een spoor maken. Vanaf de dinges, vanaf de hoofdingang. Ja, oké, maar dan doen we gewoon, ik denk plaatsen, denk ik, of niet? Ja, of we doen ik heb wel een idee. Hier, omdat we de trollen, dan kunnen we net zo goed van iron blocks kunnen we dingen. Dan is het ook het waard om te volgen, weet je? Ja, vind ik een goeie. Okay. Zie je? Oké, dan is het waard om te volgen. Ik lok er alvast een beetje deze kant op. Even ja. Nou? Hier. Ze gaat er binnen, denk ik. Oh, gaat ze naar binnen? Wacht, kijk. Oh, ze stopt hier. Wacht, ik heb het spoor gemaakt aan de andere kant. Ja, oké. Kijk, ik heb nu een iron blok geplaatst.
Ze moeten het volgen, ze moeten het volgen. Volg het spoor. Volg het spoor. Misschien denkt ze dat er een fout is of zo. Plaats een bordje. Oh ja, ja, ja. Volg het spoor. Ja. Volg het spoor, ik heb een bordje geplaatst. Oh, er is een helper bijgekomen. Ze dachten zei dat de server fout was, dus ze heeft een helper erbij gehaald. Ik zit even nee te schudden van. Oh, wat goed zeg. Oh, wat ze denkt, wacht, het spoor moeten we verder maken hier, zo. Ik ben ermee bezig. Zo, hier overheen. Oké, het spoor is in ieder geval gemaakt. Als ze nou gewoon even volgt... Oh, ja, ze gaat hem volgen, ja. Volg het spoor. Ja, daar gaat ze. Ze volgt hem. Wacht, ik plaats even een soort pijltje. Het is zover. Ga maar naar binnen. Ja, ze is binnen! Ja! Kijk, nu kunnen we ook uit finish gewoon. Zo, nu ziet ze ons ook, Rick. De Walnut en Rickkerk. Ja, de Walnut en Rickkerk, dat is het. Welkom. Het feit dat ze een staflid bij heeft gehaald, omdat ze denkt, het is een serverfout, er moet iemand van de staf komen, van het team. Dat is wel heel geniaal. Mooi. Hey, Brumbrum is er ook bij. Nou, we gaan nu even door, Rick, naar het volgende eiland. Vind ik een goeie. Oké, Rick. We zijn aangekomen hier bij een mega skyblock basis, zo te zien. Ja. Van de heer Tony Jansen hier. Die is druk bezig met lekker bouwen en zo. Alleen, het gaat een beetje traag, vind je ook niet? Ja, het kan wel wat sneller. Het kan wel wat sneller, inderdaad. En ik heb wel een idee hoe we hem sneller kunnen maken. Hier, ik geef hem nu snelheid 2. Dus dan is hij net iets sneller dan dat hij normaal is. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat hij het door heeft. Oh, het lijkt alsof hij het nog niet helemaal ziet. Wacht, kijk, hij gaat nu vliegen. Misschien heeft hij het een beetje door. Wacht, ik ga hem wel iets meer snelheid geven. Hier, zo. Ik ben benieuwd of hij het nu door heeft. Oh, daar gaat hij! Hij is een stuk sneller. Oh nee. Wacht, dan gaan we hem wel nog meer snelheid geven. Hier. Nu is hij helemaal... Oh! Wow. Het is loopsnelheid vooral. Volgens mij is het geen vliegsnelheid, maar loopsnelheid. Nee, het is lopen. Oh mijn god, elke keer als hij op het land komt, is hij echt mega snel. Hij gaat gewoon lekker door. Hè. Ja, het boeit hem ook gewoon niet. Nee. Ga even lopen. Wacht. Ga jij even uit finish, lok hem even naar je toe. Dan wilt hij je gedacht zeggen en dan blijkt hij hier veel te snel te zijn. Ik geef hem 70. Dus hij is echt heel snel nu. Hey, loop naar je basis toe. Gewoon je kant op lopen. Volg hem maar, joh. Volg Rick maar. Yo, ga maar gezellig achter Rick aan. Ga maar achter Rick aan. Ik zet je fly uit, Tony. Zo, hoppakee. Hey, kom. Kom. Gaat hij aan erop? Gaat hij? Komt hij? Nieuw. Oh mijn god. Hij wil ook gewoon niet meer lopen, omdat het te snel is voor hem. Kom. Kom, loop even met me mee. Je moet lopen. Hier, vlieg eens uit. Oh. Ja, kom. Ja, loop maar even met hem. Loop maar even, Tony. Kom. Wacht, hoe snel kunnen we hem zetten? Als ik nu hier uit ga, zo uit Venus, dan moet je hem mijn kant op slaan. Kijk, Max is Tony, daar. Tony, ik ben hier. Tony, daar. Tony. Ik ben hier. Hier ben ik. Oh, waar is hij? Oh, daar is hij. Tony, ik ben hier. Kom maar, Tony. Kijken, huh? Achter je. Tony, achter daar. Je, Tony. Daar, Tony. Hier, oh. Ja, kom maar naar me toe. Loop ik snel, zegt hij. Kom maar naar me toe. Ja, ga naar Max. Kom maar. Kom maar, Tony. Lopen. Kom maar. Hij durft niet meer te lopen. Nee, hij vindt het een beetje eng, denk ik. Ik ga een diamond neerleggen. Hier, 1 diamond. Kijk. Tony. Oh, een diamond. Ga naar hem toe. Een diamond. Ja. Ja. Tony, kom maar. Oh! Het is oprecht ook gewoon niet te doen voor hem. Hier, wacht. Gaan we hem nu ook nog? Wow. Hier, we geven hem ook nog jump boost. Hier. Yay, Tony. Yay, spring het. Oh mijn god. Hij blijft hangen. Hij is een god. Het is een god. Hij sprong zo hoog. Oh, daar is hij weer. Hey, Tony. Nog een keer. Hey, Tony. Tony, springen. Tony. Hij wil niet. Hij durft niet meer. Spring. Ik kan hem nog hoger geven. Hier, zo. Kom maar, Tony. Spring. Springen. Spring. Springen. Springen. Nee, spring. Niet. Spring. 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 1, 2. Hoppakee. Spring. Waarom springt hij niet? Spring, Bambi Power. Jij kan het ook. Spring. Spring. Springen. Het trappetje. Volg het trappetje. Wat doen jullie niks? Hoezo springen ze niet? Kom. Ja! Oh. Daar gaat ze. Ze is zo officieel bijna verdwenen.
Ja, komt ze. Misschien gaat ze wel fall damage. Oh, nee. Dat was heel lullig geweest. Dat was heel lullig geweest. Oké, okay, ik heb nu wel een goede volgende, oké? Okay? We zijn nu een beetje door de kinderfase heen. We gaan nu wordt het serieuze business. Oh, Tony, ja. Die trouwens, die moeten zijn snelheid misschien nog even goed zetten. Want die is nog steeds heel te snel. We hebben iemand gevonden en hij is AFK. En volgens mij is AFK op dit eiland of op deze server niet toegestaan op Content Veen. Hey. Dus wat gaan we hier tegen doen? Hij is allemaal hout zo te zien hier aan het verzamelen. Echt heel veel hout. Volgens mij als ik er één keer zelf even inloop, zoals dit. Oh, ik sta in finish, dat kan je natuurlijk niet oppakken. Nee. En er is nog iemand hier, dus hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we hem oplossen, deze stan, M? Zullen we hem even... zijn politieagentje, we kunnen hem opsluiten. Als jij daar een cel maakt, dan breng ik hem wel heen, oké? Okay? Ja, is goed. Oké, okay, even kijken. Een cel. Dat doen we natuurlijk met bedrock. Hier, ik help je al, Rick. Noem zo, hoppakee. Moet wel een ingang voor hem zijn, trouwens, hè? Hier, maak hier de deur. Ja, oké, doen we zo. Zo, ja, zo. En dan heb jij de hendel, dan kom ik... Ik ga hem ophalen, oké? Okay? Ja, is goed. Hey, meneer AFK! Ik ga het finish, hallo! Meneer op AFK! Wakker worden! Ik ga hem gewoon smijten. Hier. dat zal hij van leren. Hier komen! Hey joh! Hey joh! Wakker worden! Hij wordt niet hallo. Wakker. Hallo! Hij wordt echt niet wakker, hè? Hij is volgens mij heel diep in slaap. Misschien die andere. Hallo! Wakker worden, jongens! Ja, hij is wakker. Jij, meneer met de groene naam. Hij heeft ons ook gewoon niet door. Hij heeft het toch gewoon niet door, we staan naast je. Meneer. Ja. Ja, wat jullie hier doen is niet toegestaan. Hè? Wij zijn van de serverpolitie hier met z'n tweeën. Kom jij maar even mee, ga jij maar even daarin. Meekomen. Dit is niet toegestaan. Dit is natuurlijk niet toegestaan wat hier gebeurt. Meekomen. Meekomen. Ga jij maar even in je cel hier. Kom, cel in, de cel in, kom maar. Hup. Ja. Nee, we hebben nu weer. Hij ontsnapt. Volgende week, we hebben iemand die rent! Hé hey joh, hoe doet hij dit? Hij gaat naar beneden! Hoe doet hij dit? Oh hier, ik volg hem, Rick! We hebben een achtervolging! We hebben een achtervolging, Rick! Hoe gaan we hem pakken? Wat doet hij? Waar is hij? Daar, dan gaat hij weer omhoog. Waar is hij? Ja. Hij zit vast! Ja. Rick, we hebben hem ingesloten! Handjes! We hebben hem ingesloten! Handjes omhoog! Ja, ik hou hem tegen! Handjes omhoog. Ja, ik hou hem hier tegen, maatje. Je komt niet weg. Handjes omhoog. Oké, we hebben hem. We hebben hem. Kom maar, ga erin. Ga Lopen. Erin, in je cel. Hoppakee. Erin. Je cel in. Nee, je kan niet rennen. Je kan niet weer rennen. Je gaat je cel in. Kom. Je gaat erin. Ja, je gaat erin met je naakte bikini lichaam. Ga erin. Erin. Jij ook. Jij gaat De cel er ook in. In. De Jij cel gaat in. Er ook in. Jij moet er ook in. Hier, kom maar. Zo, we hebben hem, Rick. We hebben hem opgesloten in zijn cel. We doen één dingetje weg zo, dan kan hij tenminste nog met ons kletsen. Ja, vind ik een goeie. Zo, meneertje. Hé hey joh, hij is een enderpearl. Dichtbouwen. Hé, oh, we zien wel wat hij hier aan het proberen is. We hebben een pottenkijker hier ook. Achter ons. Hé hey joh, hij is door de portal heen geglitcht. Of door de deur. Hij is te slim voor ons, Rick. Hij is te slim. Hij is te slim voor ons. Laten we maar zijn mannetje straffen hier. Deze man denkt dat hij AFK kan staan. Doen we ze gewoon doodsmijten. Het was blijkbaar maar eentje nodig. Je mag niet AFK staan, het is niet toegestaan. Precies. Wat doen we met hout? Doei. Het is opgeruimd door de schoonmakers van de server. Vind ik een mooie oplossing, wij gaan door. Dat vind ik een mooie oplossing, hè. Wij gaan naar de volgende. Al dat pranken en al dat trollen heb ik natuurlijk enorme trek van gekregen. Dus we zijn hier even op iemands eiland aangekomen. Ik weet niet precies van wie dit eiland is, maar heeft de KFC. Heeft hij. Ja, nou lekker. Zullen we even kijken of iemand thuis is? Ja, vind ik een goeie. Ik zie dat ze kip verkopen, lekker vlees. Volgens mij is het varken, lam en water. Alleen ik zie dat er niemand toevallig hier nu bij de balie is. Dus kunnen we even, kan je iemand proberen te lokken hierheen? Ik ga wel zitten, ik ga wel zitten zo. Ik ga wel even zoeken. Ja, hallo, KFC-eigenaar. We hebben trek. Heb je hem gelokt? Ik hoop het. We hopen dat het werkt. We gaan hier even zitten. We zitten vast lekker bij de KFC. Misschien hebben ze wel, want het enige wat ik heb is hout voor ze. Dat is wel, ik heb echt heel veel haar en ik gooi het allemaal van me weg. Ik vind het wel een beetje stomme wachttijd. Ja, ik kan het zeggen, de wachttijd. Oh, er komt iemand aan. Achter je. Komt er iemand aan? Ja, achter je, dus, hier. Die koe bedoel je? Ja. Je komt even helpen. Ik hoop niet dat dat ons eten is. Oh, okay. Er komt echt iemand aan. Ja. Ja. Okay. Oh. Nee! Het is hij, Rick! Nee. Hij is ontsnapt. Nee. Jou willen we niet. Nee. 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 Je mag er niet bij. Nee. 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 Gaat ook naar jou. We gaan een andere tafel. Ja, hier, we hebben ze twee persoons. Twee persoons, Rick. Ga hier zitten. Ja. Zo, dan kan hij er niet naast. Oh ja, kijk naast je. Ga nou eens van tafel. Nee. Ga weg. Ga weg, laat ons met rust. Oei, je gaat daar maar zitten. Hey, goeiedag. Hey, goeiedag. Graag 2 kipnuggets en 4 porties patat voor mij.
Ik wil graag een kipburger. Kipburger, lekker. Patatje KFC. En een kleine cola. En een kleine cola. Ik ben benieuwd. Hey, we hebben hier nog... Kijk, wat een gezelligheid ineens van al die mensen. Hij is het ook echt aan het regelen nu, hè? Hij is het oprecht aan het regelen. Ja, dat is mooi. Wij zitten vol. Ik heb even gezegd dat ze een andere tafel moeten zoeken. Even een andere tafel, jongens. Er is genoeg plek. Dus ga daar maar zitten. Kijk, daar. Ga daar maar zitten. Goed zo. Ja, kijk, hij snapt het. Ja. Mattie snapt het. Oh, daar komt het Rick. Daar komen ze. Doe het maar alweer. Dus je wapenstok. Hoe was het? Goed. Hij slaat fijn. Hey, hij pakt het... Oeh, lekker. Hé, wat is een Endermite? Hoe komt die nou hier? Ja, door die Enderpul van... Maar hij wordt aangevallen, Rick. Waar zijn mijn kipnuggets? Waar zijn de Hij wordt alleen maar aangevallen. Ik ga hem helpen. Zo. Waar zijn mijn nuggets? Waar zijn mijn nuggets? Hé, ik heb hier... Daar krijg je nuggets. Ik wil de nuggets. Oh ja, ik heb ze. Oké. Hé, ik heb er twee ook echt. Nice. Ik had wel 4 porties patat besteld, maar die komen niet. Oh, dat is wel... Het is wel een beetje druk hier. Oh, had jij en meneer KB besteld? Of? Nee, die heb ik niet besteld. Heb jij jezelf besteld? Nee, die had ik ook niet besteld. Het ziet er wel knap uit, moet ik zeggen. Had jij al die mensen hier besteld, toch? Nee, ik heb niemand... Zullen we doorgaan? We gaan wel gewoon door naar de volgende. Ik vond de pauze leuk, maar de pauze kost eigenlijk meer moeite dan dat lijkt de controle zelf. Goed, Rick, we zijn hier bij de volgende. Bij Noet Noet, oftewel... zijn we aangekomen. En ik zie dat hij nog niet zoveel heeft. Dus zullen wij hem even helpen met zijn eiland? Want hij heeft nog niet zoveel. Hij heeft hier een kraampje, zo te zien. Zullen we dit kraampje voor hem inrichten en dingen verkopen? Ja, vind ik een goeie. Ja, vind ik, als jij de dingen verkoopt, dan zorg ik wel dat er leuke potjes komen te staan wat te verkopen. En dan mag jij dat regelen, oké? Oké, wat gaan we verkopen? We gaan verkopen, komt-ie. 10 keer snot verkopen we voor de prijs van... 10 keer snot. Voor 5 euro verkopen we dat. 8 keer Rick voor 0,05 cent verkopen we jou 8 keer. Oh nee, we verkopen 1 keer. We hebben maar 1 Rick. 1 keer Rick voor 5 cent. En we verkopen kauwgombal voor 1 miljoen. Zo, een kauwgombal voor 1 miljoen verkopen we ook. Kauwgombal. Ja. Dan gooi ik allemaal haaks even glow geven zo op, oké. Kauwgombal, jeetje. Het mooie is, ze zien ons niet natuurlijk, hè. Maar ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat hij door heeft, zeg maar, dat we hier bezig zijn. Kauwgombal. De kauwgombal is wel speciaal, dus we hebben daar maar 1 van. Oké, we hebben 1 kauwgombal, dat snap ik. Maar we hebben wel 10 keer snot, heb je dat al? Ja, snot, die ga ik nu even snel maken. Oh ja, en we hebben jou ook 1 keer. Zijn we nou klaar om open te gaan voor ze? Ze staan naast ons. Bijna. Ik ga alvast staan. Oké. Ze zien mij in ieder geval. Zo. Oh. Komt dat zien! Noet noet! Ik bedoel, noet noet! We hebben hier een kraampje. We verkopen heerlijke spulletjes. We verkopen snot, kauwgomballen en zelfs 1 maal Rick. Die mag je meenemen naar huis en mee doen wat je wilt. Het is ongelooflijk wat wij hier verkopen. Kom op, Noet moet ons even zien. Ja, wel, we hebben dat eerst... Nee, waarom gaat hij nou weg? Hallo? Wij verkopen spulletjes. Zijn nou ook tussen de schappen? Ja, ik ben toch te koop? Oh ja, jij bent ook te koop. Hebben ze ons gewoon nog steeds niet? Waarom ziet hij ons niet? Ik ga een sneeuwbal op hem gooien. Ja, vind ik een goeie. Hallo jongens! Aandacht! Hallo! Hiero, meneer Noetnoet. Hier ben ik. Hij is weg. Noetnoet is weg. Oh, maar we zijn nu gespot. Ja, we zijn gespot. Hallo, Robbie. Hey. Kijk eens wat we te kopen. Kijk eens wat we kopen hier. We verkopen allemaal leuke dingen. Kijk hier. Hier. Kijk, 3 dingen. We verkopen 3 dingen. Wat willen jullie? Wat willen jullie hebben? Je mag kiezen eruit. Nee, kies maar iets. Noetnoet is wet. Nee. Mag ik 14 blokjes? Wel, hebben we niet. Nee. Kijk, jongens. We hebben hier dit verkopen. Meer niet. Ik ben benieuwd wat hij wil kopen. Ik hoop niet dat hij mij wil kopen, want ik wil helemaal niet... 1 keer Rick! 1 keer Rick, goed. Ik wil niet graag verkocht worden. Graag betalen, dan krijg je hem. Graag betalen, dan krijg je hem. Hoeveel sta ik eigenlijk te kopen? Voor een 5 cent. Echt? Ja, 5 cent. Max. 5 cent? Ja, ik heb zelfs 5 euro gekregen. Nou, hij is voor jou, neem hem maar mee. Je mag met koning hier mee. P.E. Koning. Hoppakee. Nou, veel plezier ermee, Rick. Oh, ik heb hier nog een bestelling van Robbie. Geldbriefje. Wat heb ik gekregen? 1 miljoen! Ik heb 1 miljoen gekregen! Ik krijg die, wacht. Ja, de kauwgombal. Die ligt in de bovenste kist. Kauwgombal geven. In de bovenste kist, de kauwgombal. De kauwgombal, daar is hij. Voor jou, de kauwgombal. Oh, ik heb hem. Alsjeblieft, ja, sorry. Voor Robbie. 1 miljoen. Ik claim het geld, dus ik heb nu 1 miljoen gekregen van hem en hij heeft de kauwgombal gekregen. Wat willen jullie nog meer, jongens? Ik heb hier alleen nog snot voor jullie te koop. Hoe bevalt je nieuwe baas, Rick? Ja, hij is stil. Maar volgens mij heeft hij al genoeg snot als ik het zo zie. Ja, hij ziet het, maar hij heeft al geen snot gekocht. Nee, maar hij heeft wel op zijn... Zie je dat? Ja, Rick is voor jou. Hier, Rick is voor jou nu.
Hi. Neem hem maar mee. Hi ook echt. Nee, niet. Hi. Kom mee. Naar Rick. Kom mee. Ga maar met hem mee. Ik ga mee. Ik ben benieuwd waar we heen gaan. We moeten iets bespreken. Okay. Nou Rick, nou, veel plezier. Ja, misschien tot ooit. Misschien tot ooit. Hè. Wat bespreken jullie, Rick? We moeten de abonnees van Wallen stelen. Juist! Nee! Ja, nee! Juist! Juist. Hoe? Oké, okay, jongens, Rick, ik ga wel wat gratis snot weggeven hier. Ja, is goed. Gratis snot! Hoe gaan we dat doen? Oh, ik vroeg hoe gaan we dat doen en hij vraagt het ook. Kom dat zien, gratis snot! Gratis snot, kom dat zien! Snot stelen die hij verkoopt. We gaan, oké. Okay. Alleen Robby die krijgt nu gratis snot. Ik had wel we gaan het stelen! Ik heb het allemaal in mijn inventory. Geef me je snot! Ah, hier is mijn snot! Geef het! Neem het, ik wil het toch niet. We hebben het! Rennen! We hebben het, koning! Koning, we hebben het! Oké, okay, Rick, laten we nog naar één eiland gaan. Allerlaatste eiland, oké? Okay? Okay. Koning, ik verkoop mezelf. Ja, dat moet je aan mij doen, hè? Ah, Max. Doei! Hier, ik betaal hem wel terug, slash P. Hoeveel ga ik hem betalen? Ik betaal hem wel 100 euro hier. Heeft hij ook nog winst gemaakt op jou, hè? Hoppa. Dat is een goede investering, was jij. Rick, deze guy heeft een zwaard in zijn handen en een boog. Dit ziet er echt uit als een vechter, weet je? Ja, ja, hij heeft dit ook een goede armor. Hij heeft alleen niemand om tegen te vechten. Hij is ook maar zijn pijltjes aan het wegschieten. Dus laten wij eventjes hier een paar zombies en een weet ik wat, een paar skeletons en zo spannen. Ja, vind ik een goeie. Dan beginnen we simpel, maar we gaan het ook moeilijker voor hem maken. Hier. Ja. Kijk, hier is de eerste. Kijk, daar is hij. Kijk, 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 kijk. Hij denkt, hoe komt die zombie er nou? Plaats hier nu weer een zombie achter hem aan de andere kant. Plaats hier een skeleton. Oké. Okay. Die man krijgt het moeilijk ineens. Arme jongen. Wat is er? Er zit een zombie achter je. Er zit, oh. Ja, maar hij gaat wel overleven. Oké, okay, wat skeleton is misschien te moeilijk voor hem. Dat lukt hem misschien nog niet. Oké, ja, dan houden we het even op één skeleton nog. Oh mijn god. Oh, hij heeft een boog. Hij heeft een boog. Hij kan het. Kijk, pas ik hier weer een zombie achter hem. Kijk, denk, waar komen ze vandaan? Kijk, als hij dit heeft, dan kunnen we naar de volgende level, denk ik. Dan kunnen we inderdaad wel, als hij deze heeft, kunnen we het volgende level voor hem spannen. Als hij dit redt. Hij is hier gaan schuilen in het water, Rick. Waar? Hier, helemaal onderop. Hij is gevlucht naar beneden. Hij heeft het gevecht gevlucht. Ik vind dat we het moeilijker moeten maken voor hem. Ja, dat als vind hij ik gaat ook. Vluchten. Oh, hij heeft hier ook een hulpje. Kijk, dan kunnen we, ja, zeg okay. maar. Oké, okay, ik heb een goeie. Ik heb een heel gevaarlijk dier. Ja? Kom maar. Een kip. Hé, hey, ik sta hier van. En een zombie. Oh jee. Oh jee, jongens, doe er wat tegen. Er staat een zombie. Er staat een zombie. Oh, oh, nee, nee. Hij gaat de lava in. Hij gaat de lava in, zo. Pak hem. Pak hem. Smaak hem dood. Maak hem goed zo. Goed zo. Hij is gered. Gewoon wat moeilijker maken. Een spinnetje. Pak hem. Weet je wat de meest irritante beesten zijn om te spannen? Nee. Zilvervisjes. Oh, oeh, ja. Het zilvervis is echt heel irritant. Hier had ik dan gewoon meerdere zilvervisjes doen. Dit nou. Oh, wat leuk. Jongens, vlucht voor ze. Vlucht voor ze. Je moet niet de AFK gaan staan. Doe iets. Oh jee. Oh, pas nou op. Uh-oh. Pas nou op. Oh, dat zilvervisje gaat omhoog. Oh, wat hebben ze geluk dat die zilvervisjes omhoog gaan. Oh. Oh, oh jee. Oh jee. Man heeft geen idee wat ze overkomen, dit. Ik laat ze gewoon nog een paar. En als ze deze gedaan hebben, dan kunnen we naar het allerlaatste level voor ze. Ja. Oh mijn god, ze worden echt helemaal geterroriseerd. Het is eigenlijk ook best wel gewoon zielig. Oh, hij valt bijna de void in. Oh. Pas op. Oh. Ja, hij heeft gelukkig water. Oké, okay. Okay, ik heb gelogen. Zilvervis is niet het meest irritant. Je hebt volgens mij ook nog dit ding. Dat is zo'n klein beestje. Oh. Zo eentje. Oh, ja, die zijn heel vervelend. Oh, dat zijn echt terrorbeesten in Minecraft. Als je er zo eentje achter je aan hebt, dan weet je gewoon dat je eigenlijk doodgaat. Ren! Ren! Doe iets! Hij doet niks. Hij doet niks. Die andere is hier gewoon gaan vluchten eronder. Samatti die stelt hem echt teleur. Ja, hij denkt van, ja man, ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet doen. Oh, maar die Vex kan natuurlijk onder de grond. Strijd. Dit is jouw strijd. Ja, roep me maar weer dat ze dood zijn. Ik vind het wel goed zo. Oh, ze gaan ook allebei nu. Ze gaan allebei nu, maar die Vex maakt dat niet uit. Kijk maar. Komt ie. Oh jee. Oh. Rick. Zijn spulletjes. Rick, zijn spulletjes. Oh. Ik wou nog achteraan gaan om ze te pakken. Wacht. Oké, ik heb de Vex vermoord. Dit was niet de bedoeling dat ze spulletjes zouden verdwijnen in de void, Rick. Oh. Nee. Nee. We gaan hem compenseren, oké? Okay? Dit vind ik zielig. Ja, dit is vind niet... ik zielig. Oh. Wie was dit? Hoe heette die? Wie was dit? Dit was... Wie zit hier nog? Jumping Ork? Oh, maar het is ook echt zo'n maatje. Wie was het? Smel, Mr. Smel. Oh, oh nee! Oké, okay, wacht. Mr. Smel was het. We gaan uit Venice, dat ze ons zien. Waar is je vriend? Waar is hij? Waar is je vriend gebleven? Zal ik hem even tp'en? Ja. Is hij weg? Is hij offline gegaan?
Nee, ik voel me schuldig, Rick. Dit is niet leuk. Ik voel me schuldig. We moeten wat voor hem achterlaten. Oké, Rick, ik ben in de span. En om hem te compenseren gaan we hem wat netherite sleutels geven. En met die netherite sleutels kan hij gewoon allemaal leuke dingen krijgen. En bij de kits geven we hem gewoon van rank kits geef ik ze een netherite kit. Oké. Geef ik ze er twee. Allebei geef ik ze er eentje. Weet je, was niet de bedoeling dat hij doodging? Ja, is er. Mr. Smell, het spijt ons. Het vond het heel grappig, maar het spijt ons. Was niet de bedoeling dat je doodging. Sorry. Hier, kijk, we hebben wat voor hem. We geven hem deze mooie armor. Zo. 5 sleutels en golden apples krijgt hij van ons. En een schep. Zo. Kijk eens, omdat je dood bent gegaan. Het spijt ons enorm. En je krijgt van mij ook nog eten. Ah, dat was het wel. Maar zijn vriend, want die hebben we ook gepest. Zijn vriend hebben we ook gepest. Zie, die krijgt het ook. Die krijgt ook de spulletjes van ons. Oh, we krijgen Kees van hem, Rick! Oh. Wil jij Kees? Ik wil Kees. Jij mag Kees hebben. Hij wil de spullen niet. Nee, maar het zijn ook oude spullen, gooit hij weg. Oh. Oh, let's go! En nu gooien ze de voort in. Doei! Nee. Risico. Oké, Rick, de laatste troll, zullen we zeggen, was leuk. Maar ik vond het te zielig om hem zo te laten als dat ja, nu was. Ja, nee, dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. We gaan hem wel nog een keer smijten. Ja, dat is wel grappig. Hier zo. Oh, we kunnen nog één keer lachen. Die giechel ook voor jou. Okay. Doei jongens, veel plezier met jullie spullen. Ja, veel plezier ermee, sorry. Sorry. Zullen we het volgende keer weer doen? Ja. Oké. Goed jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het nou zo'n leuke video? Vergeet het zeker even niet te liken en te abonneren. Je kan ook gezellig meespelen op deze Minecraft server. Het IP is play.contentveen.nl. Speel je nou op een bedrock editie van Minecraft, kan je met 26006 kan je ook meedoen. Zoals je hier ziet, er zitten genoeg mensen online. Er zijn iets van dagelijks meer dan 200 mensen online. Dus kom gezellig langs, speel gezellig mee. Vond je het nou zo'n leuke video? Kijk dan lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video die je zeker even gekeken moet hebben. Als je het nog niet gedaan hebt, doe het dan nu. En dan nu spreek ik later, glaasje water, telt 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Bam, 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 bam.